Naar aanleiding van alle leuke reacties op onze afgelopen reviews, vandaag wederom een nieuwe review van het ARP. Vandaag gaan we kijken naar de ultieme flexibele werkplek. Als mobility consultant bij ARP spreek ik regelmatig klanten die overwegen over te stappen naar flexibele werkplekken. Maar hoe flexibel kan zo'n werkplek nou daadwerkelijk zijn? We krijgen te maken met een diversiteit aan modellen en merken, verschillende aansluitingen, verschillende settings. Denk aan een bring your own, om nog maar te zwijgen van een choose your own omgeving. Waaraan moet een flexplek nou daadwerkelijk voldoen om echt als flexplek gebruikt te kunnen worden? De uitdaging voor iedere IT-manager: hoe zorg ik ervoor dat mijn mobile workforce ook daadwerkelijk productief kan zijn buiten de vergaderkamers? Natuurlijk zijn er de USB docking stations, of ja, docking station, de USB port replicators. Want ja, je ondersteunt meerdere schermen, alle soorten randapparatuur. Maar die stroom die moet altijd van die losse adapter komen. Toch wel jammer dat ik mijn mobiele mensen uitrust met de mooiste, lichtste en dunste apparatuur. En ze vervolgens wel een grote tas moet meegeven met alle verloopstekkers, stroomadapters en noem maar op. Kan dat niet anders? De oplossing voor dit probleem heeft gelukkig niet lang op zich laten wachten door de introductie van USB type C. USB-C is heel hard bezig om dé nieuwe standaard te worden. Met USB type C wordt het mogelijk om een model via een dock zowel te ontsluiten als op te laden. Dat is wel een mooie oplossing. Dit bevel ook direct een uitdaging. Want hoe ga ik nou om met die oudere modellen die nog niet over USB type C beschikken? Dell heeft daar dé oplossing voor met de Dell D6000 dock. Dell heeft door de ontwikkeling van een hele slimme stekker USB type C en USB type A kunnen combineren in één stekker. Het grote voordeel ervan is dat de nieuwere apparatuur ontsloten kan worden middels USB type C met een power pass-through, zowel aansluiten als opladen. En ik heb ondersteuning voor mijn oudere modellen die alleen over USB type A beschikken. Natuurlijk heb ik die losse stroomadapter nodig, maar mijn flexplek is wel daadwerkelijk flexibel inzetbaar. Het Dell D6000 dock kan één monitor tot 5K ondersteunen en zelfs drie monitoren tot 4K. Die speciaal ontworpen stekker die biedt ondersteuning voor zowel USB type C als USB type A notebooks. Het Dell D6000 dock biedt ook aan beheerkant een aantal voordelen ten opzichte van de concurrent. Denk bijvoorbeeld aan een stuk MAC address pass-through. Dell heeft een stuk software speciaal ontwikkeld om ervoor te zorgen dat op het moment dat een notebook wordt aangesloten aan dit dock, het MAC address van de dock overschreven wordt door het MAC address van het notebook. Dat is wel erg handig op het moment dat je gebruik wil maken van een Pixieboot of op het moment dat je via je netwerk je nieuwe devices wil gaan provisionen. Al met al biedt de D6000 dock een complete oplossing voor iedere flexplek.